het boordje van de Action voor minder dan 17 euro. Er zit een ledlampje aan en hier nog een indicatorbordje. Een lithium-ion batterij met 1300 mAh geloof ik. 1300 mAh, 3,7 volt, reguliere powerjack. En zo, het is net alsof ik terug op de snijzaal ben. De stedelijke bediening. En nou is het zo dat als je op dit knopje drukt en deze in het midden staat, midden, gaan ze branden. Waarbij deze aangeeft hoe vol de batterij is. En die is volgeladen. Groen. Nou, niks meer. En dan heb je verder nog twee opties. Dat is naar links. Waarbij dat lampjesysteem niks precies hetzelfde doet. Alleen gaan die lampjes wat trager branden. En de andere kant op. Ofwel, denk ik dan, mijn boerenverstand, als ik deze daarna gewoon afsolteer, dan hou ik deze motor over met deze gearbox en deze eenvoudige aansluiting. En dan hou ik een 3,7 volt batterij met oplader en indicatorlampje over. Moet ik alleen deze knop disabelen. Dan heb je gewoon, kun je een oplader doen, dan is hij vol. Dan, of wil je weten hoe vol die nog is, druk je op het lampje. Wow, hij is nog vol, we hoeven hem niet op te laden. Dus dan houden we in ieder geval iets functionerends over. Goed. Dan maar solderen.